superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik had echt een topweek. Ik ging gezellig met Willemijn naar Amsterdam voor een shoot, voor een campagne. Ik ging met Mike zijn nieuwe schoenen kopen en liep voor het eerst met hem over straat. Ik genoot van het zalige weer. En als klap op de vuurpijl ging ik ook nog uit eten bij mijn favoriete restaurant. Het was echt geweldig. Kijk gezellig mee. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Enorme wallen, kom maar gauw. De nacht was echt rampzalig. Ik had echt liters make-up nodig om de boel nog te camoufleren. Willemijn en ik gaan zo meteen naar Amsterdam. Daar is ze. Ik ben hier aan het opwachten. En we moeten voor een campagne een testrun gaan doen voor een livestream op YouTube. Oh. Ik wil lente! Gaat ze ook gewoon kloppen ook. Alsof ik dan niet open ga doen. Ja, je kan kloppen wat je wil. Je kan kloppen, maar de bel deed het niet. Precies. Wil je ook lente? Ja, ik ook. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga stoppen met vloggen, want je mag niet rennen. Zo jongens, echt vier doodervaringen gehad hierheen. Echt geen grap. Ik weet niet waar iedereen mee bezig is, maar iedereen die ik inhaal, die gaat continu echt vet over zijn linker, over zijn baan heen. En het waait niet eens heel hard. Ik toeter echt nooit. Ik heb echt op 4 keer getoeterd. Ja. Eerst een oude opa. Waait niet eens. Nu een vrachtwagen, daarna nog een busje. In het dorp kwam er iemand gewoon een soort van spookrijden, zo wat. Zeg ja, ook nog van de weghelft. Ik weet niet waar iedereen zit met zijn hoofd vandaag. Maar het is maandag, niet op de weg. Kom op, je hebt weekend gehad. Ja. Focus. Zitten wij in Final Destination, team? Zitten wij in Final Destination? Het gebeurt er gewoon weer. Ik lach hier nu al, maar ik vind het eigenlijk niet meer leuk. Ik vind het ook niet meer leuk, dus echt gewoon niet normaal. En ik vind het echt niet meer leuk. Ben ik nou gek aan het worden of zo? Ik rijd gewoon normaal. Oh, die zon. Maar jongens, dit is echt niet normaal. We gingen gewoon net weer een vrachtwagen echt die kant. Ik heb echt trillende benen, eerlijk gezegd. We zijn er, samen met onze twee lieve dames van ons mediabureau. En kijk wat voor leuke dingen ze hier filmen. En dit wordt hier onder andere ook opgenomen. Tof, hè? Dit is hoe het eruit ziet. We hebben dus een heel studiootje. En zo meteen gaan we foto's maken voor Instagram. Ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Echt super leuk. 3, 2, 1. Ja, tijd voor lunch. En nu op zoek naar een restaurant. Het is inmiddels namelijk 4:30. We wilden naar de lekkere Nepalees waar we altijd heen gaan. Maar die is dicht op maandag. Bummer. Dus nu dan, Wil. Waar gaan we dan heen? Ja, kijk. We hebben de optie om nu helemaal het centrum in te duiken. Oh, shit. Maar ja, dan moet je helemaal het centrum inrijden. Ja, we moeten dus de auto dan ook eventjes kijken of er gewoon wat dan is. Hoewel die Miss Money, Penny was wel lekker, hè? Ja, in Amsterdam. Ja, eerder je daar weer uit bent. Ja, dat is waar. Maar ja, zitten we niet ook enorm vast nu in de spits als we nu gaan rijden? 4:30? We zitten heel dicht bij de ring, dus we zijn daar op zich zo uit. Maar in Almere. Even kijken. Zo, ik heb uitgloeien. Ja, ik ook. Nou, uiteindelijk zijn we bij een van de Valken gestrand, maar het is nogal druk zoals je ziet. Eten is geserveerd. Ik heb school met risotto en Wil heeft een heerlijke kabeljauw volgens mij, zo. Het ziet er goed uit. Ja, mozzarella zo. Nou, bij mij een jaloers, hè? Shit, hé. Voor jou ziet het er ook goed uit. Nou, aanvallen maar. Goedemorgen. Dinsdag vandaag. Niet een hele boeiende dag verder. Ik heb hier blijkbaar heel veel was. Ik weet niet hoor. Ik dacht dat ik bij was met de was. Maar zoals mijn werkster zou zeggen, de was is net onkruid. Dat zou mijn tegeltje moeten. Anyway, die moet ik nog opvouwen, die twee manden. Deze opgevouwen. Deze opgevouwen moet ik nog opbergen. Hier ligt blijkbaar nog een hele hoop en er is wat aan het draaien. Toppie! Nou, dat gaat al lekker. Ik ben lekker bezig. En check dit. Ik heb volgens mij niet laten zien. Zo schattig. Hier schreef hij voor het eerst Mike op toen hij net geboren was. Inmiddels heeft hij dat met zijn handen helemaal zo omver gehaald. Nee, ik wilde je nog even een tip geven. Die kreeg ik van mijn moeder. Echt zo'n oude wijze tip. Hier staat even, Mike is echt knetterverkouden. Het is echt niet normaal. Maar hij heeft nu dus zoutoplossing voor zijn neus. En pseudocreme en dat soort dingen. Hij heeft ook mega luieruitslag. Hij krijgt weer kiezen. Maar de tip die ik wilde geven, die kreeg ik van mijn moeder. En ik vind het echt heel goed werken. Witte leem, dat is dus van die soort van, ja, aarde is het eigenlijk. Dus klei aarde. En witte leem kun je voor heel veel dingen gebruiken. En dus ook voor luieruitslag. Ik vind echt dat het mega goed helpt. Het schijnt namelijk als een kindje luieruitslag heeft. Dat je nou, het eigenlijk gewoon droog moet houden vooral. En eigenlijk niet juist met heel veel vette crèmes in moet smeren, heb ik wel eens gehoord. En ik vind echt dat dit rete goed helpt. Als je rete goed. Nou ja, anyway. Als je dit dus echt een beetje zo er, als je nog een strooibusje zou hebben, zou het makkelijker zijn. Maar op zich, ik probeer het een beetje zo erop te, nou ja, strooien dan een beetje.
Maar het werkt echt goed en het is echt heel verzachtend. Het was echt, ik vind het echt fijn spul. Ik heb echt wel eens een keer gehad dat die hele rode billen had. En de volgende dag daarna, toen ik dit erop had gedaan, toen was het echt, ja, gewoon echt helemaal weg bijna. Dus ik vind het echt een wondergoedje en het is nog eens natuurlijk ook. Dus ja, die tip wilde ik gewoon even met jullie delen. Ik heb voor het eerst het wagentje even andersom gezet. Kijk hoe leuk. Ik denk dat ik het zelf ook leuker vind. Dan kan ik toch net wat meer zien. Noah, kom eens. Kom maar even. Kom maar. Ja. Even wachten op die auto daar. Hé? Ja, braaf. Ah, hij is in slaap gevallen. Dat houdt in dat wij lekker kunnen apporteren. Ik heb de hele dag gewoon niet verder gevlogd. Ik ben gewoon zo continu aan en alleen maar aan het zorgen en opruimen en liter snot aan het wegwerken. En nu wordt Mike weer wakker. Oh, en ik heb net weer echt tegen wasmand opgehouden. Wat is dat met die wasmand? Het blijft maar gewoon. Ik ben helemaal klaar en ik heb ineens weer een hele wasmand vol was. Het is echt verschrikkelijk. En blijkbaar moet ik nu weer naar boven. Zo, en dit zijn alle bestellingen weer van, wanneer was het? Gisteren, toen konden we niet inpakken, dat waren ik heel de dag weg. Maar jeetje, het gaat echt zo hard. Het is echt zo leuk om te zien dat de combi deal, dus van de Keep Going Planner en de Keep Dreaming Planner, echt zo vaak besteld wordt. Goedemorgen, oh, dat is vreselijk. Oh, wat een morgen zit. Ik zat even uitleggen. Willemijn zat al te bescheuren, want ik liep zeg maar al zo naar haar toe zo met haha. Met een hele grote toilettas, dus dan weet nou, je wel hoe laat het is. Daarvoor wist ik al hoe laat het was, want Jorik ging uit het raam en ja, hij lachte. En toen riep hij naar mij, jij weet hoe laat het is. Ik zei, heeft ze zich weer verslapen? Nou, dit, zei, ik nou vind deze het keer echt is het niet haar schuld. Oh nee, toen zei ik, heb jij haar weer laten slapen? Want Jorik, als Martine zich verslaapt, ja, laat Jorik haar ook gewoon slapen. Hè, onder het mom van, ah, kan ze lekker verder slapen. Ja. Dan kom ik daar wel eens en dan ligt ze nog is en, er net uit. En dus, nou ja, ze ligt nog weer boos. Ja, klopt. Omdat Jorik haar heeft laten slapen. Ja, klopt. Maar nu was het, zei die, nee, het is Mike's schuld. Ik zo, ja, ja. Nee, echt man. Nou, ik vind het altijd zo flauw dit. Op andere dagen ben ik al godsamme om 6 uur 's ochtends al wakker, weet je wel. En dan is er niks aan de hand bij wijze van. Dus ik dacht, omdat ik me een beetje op Mike afga ook, zet ik dus niet altijd meer mijn wekker. Want ik denk, ja. Ja, ik zet eerlijk gezegd ook nooit mijn wekker. Ja, nee, ja, dan denk ik altijd, nou die gast die is altijd hartstikke vroeg wakker, weet je wel. Nou, vlak. En dan zal je dus zien, inderdaad, dat op een gegeven moment, nou dit is niet normaal. Dus het was bijna 8:30, 8:45. Wie wordt er eens een keer wakker? Mike. En ik echt zo. Heeft hij vannacht lopen spoken dan? Nou, ik heb gezegd, ja, jij hebt het even de nacht, dat heb je al gezegd. En dan, dus hij lag wel bij ons in bed volgens mij om 6:30. Ja. En toen dacht ik, oh lekker hè, 6:30 zeg maar dat. Maar ja, normaal is hij dan wel om 7:30 echt wel weer wakker. Ja. Dus misschien even net een klein uurtje dat hij misschien nog een beetje, nou ja, bij ons slaapt. Ja, het was 8:45 en ik echt zo, fuck! En normaal heeft Jorik altijd als die laatste, die zegt, gloeiende, weet je. En nu was ik het zeg maar, ik echt zo rond en als een idioot bril op en denk, nou, ben je, ik ben cup mee. En ik had gelukkig alle orders gisteren al ingepakt, zoals je zag. Zo, dat gaat je niet. Fuck you, bus. Maar Willemijn heeft ook gewoon een melig ding, want die moet nu nog blijkbaar tanken. Denk je dat dit was, die? Nou, je kan nog een heel stuk naar rechts, op zich. Hier wel, hè? Ja, een stukje naar rechts. Ja, 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 dit past. En nu oude recht houden. Ja. Ja. Yes, girl! Rikkert een treintje. Oké, okay. Nou, we gaan nog even tanken dus, want wil ze nou. Dit is op zich heel dom. Nu kan ik er niet uit. Zal ik anders voor je tanken? Ja, doe dat. Wat is het, benzine? Ja, benzine. Wat 95, ongelooflijk. Wat een ochtend. Nou, dit is echt super gezellig. Ik heb van Willemijn een hele Friesland detour gehad met waar ze woonden en dergelijke. Dus het was echt heel erg leuk om te zien. Meteen na onze afspraak gaan we waarschijnlijk hier ook, denk ik, nog misschien wel wat lunchen. Ja, geen idee. Heel honger. Ja, ook gelukkig. Ik ook. Ik heb al een prompeten boven een appel vanwege de rare ochtend. Inmiddels al een klein beetje opgemaakt. Ziet het toch net iets beter. Tenminste, in mijn geval dan. En we gaan nu naar de pottenbak toe, hè, Wil, voor onze theemorgen. Ik heb er heel veel zin in. Nou, ik heb echt heel veel zin in. Ah, kijk nou hoe leuk. Zo wil deze ook echt mooi zijn. Kijk nou hoe leuk dit ook is. Twee zakjes houden. Twee zakjes houden. Ja. Oh god, dat is echt leuk. Even lunch halen en een leuk verhaal. Nou, vertel. Bij deze Albert Heijn was vroeger nog de 2000, hebben Jur en ik elkaar ontmoet. Nou, hier begon
de liefde nou wil. En dat rondom Valentijnsdag trouwens allemaal. Want wat romantisch is dit. Oké. Ik sta voor bij de kassa en Jurre werkt aan de linkerkant op de grond. Dus dankjewel C1000 Albert Heijn inmiddels. Anders hadden Jelle en Gijs er ook niet geweest. En we hebben in Groningen verhuisd, had ik jou nooit ontmoet. Nou, we hebben heel veel te danken aan deze winkel. Waar is de manager? Nou Wil, het is nog een proces hè, zo'n theemokkie. Het is echt... Het zit ons niet mee. Nou, het is... Nou, hoe zeg je dat? Wij dachten dat even snel te doen of zo. Kijk, maar, nou ja, we hebben nu iets heel leuks gevonden. En dan is de prijs techniek weer dat we denken, ja, moeilijk. Maar goed, we gaan gewoon weer gestaag door met dit leuke proces. Ja, het moet en zal er gewoon komen, jongens. Er komen gewoon theemokken. Hoe dan ook, we weten nog niet welke kant het op gaat. Nou ja, dit vind ik op zich... Ja, weet je... Wij hebben gewoon altijd een super dure smaak. Dat is ook gewoon kut. Mensen vragen, hebben jullie dan echt nooit ruzie? En nee, dat is gewoon zo. En dat is omdat we ook altijd heel lief voor elkaar zijn. En we hebben nu een meningsverschil over iets. Nou, we gaan niet vertellen wat het is. Niet een groot hoor, gewoon iets kleins. Het is eigenlijk geen meningsverschil. Er moet iets gebeuren en we moeten het beide doen. Eén van ons moet het doen. Ja, en één van ons moet het doen, maar geen van beiden vindt het leuk. Ja. Dus we zitten de hele tijd zo van, wie gaat dit doen? Ja, ik wil liever dat. Ja, ik wil ook liever dat. Oké, dan willen ze bij hetzelfde. Ja, ik vind het niet erg om dat anderen te doen hoor. Nee, ja, ik ook niet hoor. Nou, dan doe ik het wel. Ja, maar ik wil het... Ik vind het ook niet leuk, maar ik wil het ook wel doen hoor. En zo gaat het. En toen kwam Tine met genie. En dan zeggen we de hele tijd, omwille van de ander, omdat het zo lustig nou, is. Ik zeg net zo, nou, en Willemijn zei net, nou, dan doe ik het wel. En dan, ik zeg van... Zullen we anders gewoon maar een muntje opgooien? Want dan bepaalt het lot het voor ons. En dan hebben we. Nou ja, oké. Dus wat gaan we nu doen? Nou, ik vind het goed. Jij bent munt, ik ben kop. Is het goed? Oké, degene die. Wacht even, dus als het mij valt, dan doe ik datgene wat we niet willen. Ja. Ja, precies. Ja, en als ik kop, dan doe ik het. Ja, oké. Ik zeg maar, ik gooi hem op. Ja, even voor de goede orde. Ik gooi hem op. Ik doe hem zo en doe ik het zo. Oké, ja. Dan krijg ik hem om en dan te draaien. Ja? Okay. Ja. Nou, dan gaan we dus. Spannend. Dus munt. Dus dan ben ik het. Ik ben een lul. Er zit hier eentje in partij hard te lachen de hele tijd. Zit een video te bewerken van onze Michelle Bolle. Ben Michelle Bolle je verteld dat je 4 keer per week sport? Ja, verschilt. Ik denk, ik heb er helemaal zin in. Ik ga het helemaal horen, dan denk ik wel 4 keer. Oh, deze video is echt zo melig, inderdaad. Ja, daar moet echt een teaser van gemaakt worden. Oh, dit is echt lachen. Mocht je hem nog niet gezien hebben, je moet hem echt gaan kijken. Hij is afgelopen vrijdag online gestaan op ons kanaal. Maar het was echt zo lachen. Inmiddels is het al na 5:30 geweest. Ik moet echt opschieten. Ik moet nog naar de postkantoor om de hele stapel pakketjes nog weer te bezorgen. En dan snel Mike ophalen. Goedemorgen. Dies. Ja, Dies. Dat is de vlogcamera. Dies. Die zit daar te tiktok. Tijd voor een bammetje ontbijt. En deze kleine schurk is ook al lekker aan het eten. Ja, lekker hè? Deze morgen heb ik niet zoveel op de planning. Gewoon huishouden, een beetje met Mike zijn, Noah uitlaten. Een beetje de standaard dingen. En Mike zit best aan te kijken. Ja. Papa. Ja, papa ligt boven te slapen. Het is vandaag papa uitslaapdag. Zaterdag is mama uitslaapdag. Papa. Ja, papa. Goed zo. Maar wie ben ik? Mama. Papa. Nee. Mike ligt op bed en dat betekent lekker 2 beschuitbollen en een aflevering Riverdale. En ja, het is hier echt een fucking rommel, maar ik heb echt zoiets van, laat maar vanavond na het eten, als Mike gewoon lekker op bed ligt, ga ik wel verder ermee. Ik bedoel, never mind, vooral dat hoekje erachter. Zoveel papieren, vreselijk. We zijn er. Even kijken naar de eentjes. En dan gaan we gezellig zwemmen. Man, het ruikt er echt enorm naar vette frituur. Ik had er helemaal zin in een patatje. Ik heb nog niet eens gezwommen. En daar zitten we weer. Het zwemmen was echt super gezellig. En nu weer op naar huis. Mijn haar zit echt voor geen kut. Kijk, die knot is helemaal losgelaten. Ja, nou laat maar. Dag! Ja, ik kon moeilijk vloggen in het zwembad, dacht ik. Dus ik dacht, nou, ik laat hem gewoon lekker daar. Maar het is echt gebeurd. Het is echt gebeurd. Het is echt waar. Ja. We hebben echt gezwommen, ja. Hè? Ja. Ja. Stiem. Doei! Oh, shit, mijn deur weer niet goed dicht. Natuurlijk. Zo, op naar huis, vent. Het is al 5:00. Rijden, rijden, rijden in een wagentje. En als je dan niet rijden wil, dan draag ik je. Rij je kan, rij je wil. Maar ik zit in ieder geval gezellig naast mij, hè? Ja! Ik ben even met onze andere car. Die heeft alleen een Isofix voorin. Althans, we hebben hier geen achterbank in deze auto. Vandaar. Maar ik vind het wel echt super gezellig, schat.
heerlijk uitgeslapen. En Mike eet lekker even wat maïsstengeltjes op. Hè, schat? Oh, even kroelen met je moeder. Oh, ouwe verleen. Kom eens even. Die, ja, ze zijn op, die chippies. Ik noem ze chippies, maar dat zijn natuurlijk geen chippies. Het zijn maïsstengels, hè? En de stengeltjes zijn op, schat. Ja, ze zijn op. Ja, ze zijn... En dit is weer de Bloemenbos van deze week. Hij is echt super mooi. Past ook helemaal bij het prachtige weer. De code BloemenXWillentien geldt nog steeds via de link in de videobeschrijving voor een gratis vaas en stylingset bij je abonnement. Die krijg je dan cadeau. En dat geldt nog tot eind februari, dus sla nu je slag als je de code nog niet gebruikt hebt. Zo, meneertje Koekelpeertje, wat gaan wij doen? Wij gaan samen naar het dorp toe, hè? Je krijgt echt hele mooie schoenen. Parapapapa. Parapapapa. Stampen met de voeten, ja ta 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 ta. Goed zo. Ben je er klaar voor? Ready, set, go! Nou, we hebben ze hoor. €65 later, want zijn kinderschoenen toch altijd belachelijk duur. Maar goed, het is wel belangrijk dat ze gewoon goed zitten. Leuk hè hier. Een autootje. Ja, met je mooie patas. Dit is voor het eerst dat ik echt zo met hem buiten... Ja, aan het wandelen ben, zeg maar. Of dan aan het shoppen. Het is wel echt heel gezellig, vind ik dit. En dan denk ik, oh leuk! Pas op voor die fiets. Maar alleen jij loopt helemaal terug, vent. We moeten naar de dierenwinkel. Kom. En dit hoort er natuurlijk ook bij, dat ze niet meer verder willen. Man, man. Kijk eens, allemaal vissen. Ja, het is een gaatje. Kijk eens, leuk, hè? Dat is allemaal mooi, zeg. Ja, die vis. Hij heeft ineens een fascinatie voor scooters. Het is voor het eerst dat hij echt zelf over straat loopt. Maar hij heeft wel een beetje pech. Hij heeft al een tand door zijn lip gehad inmiddels. En de papegaai bij de dierenwinkel waar we net bijt. Dus het gaat goed. Not. We maken weer een sprong in de tijd. We hebben spaghetti gegeten. Mike ligt op bed. Jork is naar een vriend. Ik heb hier beneden opgeruimd. Ik heb gedoucht. Lekker mijn badjas aan. Een schone pyjama. Heerlijk. En ik heb mijn ultieme guilty pleasure gekocht. Hamkaas chips. Erg en nu ga ik lekker gewoon... Lekker Netflix. Ik heb alle was aan kant. Ik heb echt heel veel huishouden nog gedaan vandaag tussendoor. Vandaag. Zo, dat was allemaal herhaling. En ik vind dat ik het wel even verdiend heb. Gewoon lekker even chillen. Man, heerlijk. Wat een heerlijke dag was het vandaag. Check dit zalige weer. Oh, fantastisch. En ik heb een beetje een slaapstem omdat ik net wakker ben. Het is lekker 10:15. Heerlijk, Mike is in mijn bed volgens mij. Ik ga mezelf even opmaken. Want we hebben spontaan besloten dat we vanavond uit eten gaan samen bij ons favoriete restaurant. Oh, heerlijk zeg. Deze dag kan nu al niet meer stuk. Fantastisch, yes. Oh, soms is het leven echt zo dat je denkt, ja, ik ben zo happy. Ik heb me alvast even opgemaakt voor de date night. Zoals je ziet, ik heb er zin in. Oh, dit weer jongens, I can't. Het is echt fucking fantastisch gewoon. Echt. Oh, geweldig. Echt iets van 10 graden weer. Ik word hier zo gelukkig van. Ik ben heel benieuwd of jullie dat ook hebben ervaren afgelopen week. Maar oh, wat was ik hier weer even aan toe, zeg. Nou, al die druilerige shit de hele tijd. Eén ding wat alleen jammer is aan deze weekvlog is dat de vrijdag ontbreekt. En dat komt omdat ik mijn computer helemaal opnieuw op moest starten. De harde schijf helemaal moest verwijderen, opnieuw moest resetten. En ik had toevallig het alleen het deel van de vrijdag al op mijn pc gezet. En dat is dus nu verdwenen. Dus sorry daarvoor, je hebt niks gemist. Alleen het enige wat je wel gemist hebt is morgen, dinsdag 19 februari om 20:00 s'avonds, gaan we live op ons YouTube kanaal, dus hier. En op Willemijn haar Instagram kanaal met een voedingsdeskundige van Nutritia. En dan beantwoorden allemaal vragen over eten en kinderen. Vanaf de zwangerschap tot 4 jaar. En laten we wel wezen, volgens mij hebben jullie echt heel veel vragen daarover. Ik zelf wel namelijk, dus... je hebt de vragen als het goed zou kunnen stellen via Willemijn naar Instagram. En morgenavond gaan we die dus beantwoorden vanuit Amsterdam. Dus dat wordt echt heel erg gezellig. Ik zou zeggen, kijken dus en reageren natuurlijk. En als Mike wakker is, volgens mij is dat namelijk nu, dan ja. Inderdaad, dan ga ik zo meteen even lekker met hem op eten en hier even naar de speeltuin. Want het is echt zalig weer. Oh mijn god, hij wordt zo groot als ik hem zo zie lopen met zo'n sjaaltje om en schoentjes. Echt niet normaal. Lente! Lente! Lente!
over 2 uurtjes gaan we uit eten. En dat betekent dat ik nu alvast eventjes lekker mijn vlog ga bewerken. We zijn bij het restaurant Smullen. Een aantal van jullie vroegen op Instagram, wat is dan je favoriete restaurant? Het Spijshuis in Bornbergen. Gewoon zo lekker en echt goede prijs. Het laatste dessertweentje tik ik achterover. Het is echt weer veel te lekker en veel te veel geweest. Hierbij sluit ik ook de weekvlog af. Het was echt een zalige week wat mij betreft. Jullie weer heel erg bedankt voor het kijken natuurlijk. En vergeet niet te abonneren, dat zouden we heel leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Proost!